De studentenleven in Venlo, waarin we wekelijks een kijkje nemen in het leven van Venlose studenten. De Griekse Anastasia van Maastricht University. Uit Roermond studeren aan gildeopleidingen Tom Zwane. De 16-jarige Sammy uit Tegelen. Peter Vonke van de Fontis. En natuurlijk Bas van de Has uit Begendonk. Hij studeert in Venlo het stadje van lol en plezier. Maar als Brabander weet hij natuurlijk ook hoe carnaval gevierd wordt. De 11e van de 11e is geweest, het seizoen is officieel aangebroken. Tijd dus voor een feestje. Nou, we gaan de hub mooi aankleden. We gaan mooie slingertjes ophangen en zo. Want we hebben vanavond een verkleedfeest. En we hebben examens gehad deze week. En we willen eigenlijk een beetje de stress vanavond eraf gaan zuipen. We gaan ervoor. Let's go! Hij heeft er zin in en samen met wat klasgenoten zorg je ervoor dat de hub carnavalsproef is voor vanavond. Dat begint er al aardig joeksig uit te zien. Maar belangrijk is natuurlijk ook dat iedereen verkleed gaat. Gelukkig denkt Bas ook aan zijn niet-carnavalsvierende klasgenoten. Misschien wel iets leuks voor jou? Ja, dat doen we. Volgens mij heb je al gezien wat het is. Schotschok. Niks eronder en gas erop. Ja, is goed. Nog een mooie hoed erbij. Ja. Doe maar op, kokspak. Ja, kokspakje? Ja. Als iemand vraagt van heb jij nog op, ja, is gewoon een aanleiding. Je zou zo in een echt restaurant kunnen werken, weet je. Carnaval Gals erop. Een Schotse kok, nou, moet kunnen. Bas legt ondertussen de laatste hand aan de hub. Het moet er vanavond natuurlijk wel uitzien als een echte Venlose joekstempel. Wil je trouwens meer zien van de Venlose studenten? Kijk dan op onze Facebookpagina Studentenleven in Venlo. Daar zie je onder andere dat Mr. T blijkbaar heel braaf is geweest dit jaar. Gaan wij met Sammy. Die is met wat serieuzere zaken bezig. Want vandaag is de open dag van de Fontis. Voor Sammy de kans om eens te gaan kijken bij de opleiding die ze volgend jaar wil gaan doen. Namelijk industrieel productontwerpen. Met moeder en vriendje wordt een kijkje genomen op misschien wel haar nieuwe school. En student Francisca leidt een rond. Ik ben nu in semester 1. Ik heb project lamp moet ik zelf ontwerpen en ook bouwen. En dat is ook het leukste hier en het geeft het ook alleen maar aan Venlo. Alles wat je designt, wat je ontwerpt, ga je ook zelf bouwen. Volgens mij vindt ze het wel leuk. Nou komt Sammy uit Tegelen en woont ze praktisch om de hoek bij Fontis. Heeft ze nog niet genoeg van Venlo gezien dan? Waarom gaat ze hier studeren? Ik heb niet de behoefte om op kamers te gaan. En ik hoef het ook niet. En dat scheelt dadelijk ook kosten omdat wij alles weer zelf mogen gaan betalen. Heel verstandig. Kijk dus nog maar eens even goed rond. Kunnen wij ondertussen kijken naar de super spectaculaire aanbieding van deze week, de Student Only Special. De SOS van deze week is weer een fraaie. Wist je dat je met je studenten pas bij meer dan 15 cafés en restaurants een Venlo korting krijgt? Goedkoop eten en drinken. Wat wil je als student nog meer? Vraag hem dus snel aan, de studentenpas. Maar u weet het, ook deze aanbieding is Students Only. Ah, kijk, Sammy vraagt hem ook aan, de studentenpas. Hij is namelijk ook voor middelbare scholieren. Maar dat is Sammy over een paar maanden als het goed is niet meer. En dus is ze vandaag op de open dag bij Fontis. En kijk eens wie we daar hebben. Peter, het zal ook eens niet. En nu was je in een week tijd leer je 150 andere medestudenten kennen. De hele dag praten, iets wat ik heel goed kan. En wat ik ook heel leuk vind. Dus waarom zou ik het niet doen? Ja, het is hem op het lijf geschreven. Maar het draait vandaag niet om Peter, maar om Sammy. Die haar keuze al lijkt te hebben gemaakt. Ja, ik denk dat het wel redelijk zeker is dat ik dat wil gaan doen. Omdat het, ja, het sluit bij, aan bij wat ik wil. En het voelt goed in dat opzicht. Goed, Fontis lijkt weer een student rijker. Over Fontis gesproken, 20 jaar geleden zag het er zo uit. Het hoge water in Venlo. Meer foto's daarvan vind je op onze Facebookpagina. Wij gaan terug naar de hub, waar het vanavond carnaval is. Even ontspannen, ja. Even een paar biertjes erin en lekker even losgaan. Ja. Carnaval is voor mij toch wel gezelligheid. Ook wel drank natuurlijk is heel herkenbaar daarin. Wat vind ik nog meer carnaval? Verkleden. En gewoon lekker gek doen. Gewoon lekker uit je bol gaan. Nergens naar kijken. Goed, het feest kan beginnen, want Bas, sorry, Piet Piraat, is binnen. Arr!
onze Bassie spuugt er niet in, hoor. En kijk eens, hij is niet alleen goed in biertjes drinken, hij is ook nog eens gevallen voor de charme van een echt Venloos meertje. Dan hoort dat niet ook een beetje bij de vastelovend. We gunnen hem wat privacy. Tot zover Studentenleven in Venlo. Meer op onze Facebookpagina. En wij zijn er volgende week weer. Sinterklaas kapoentje, dat is een goeie. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Hey, Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje.